Joost van Puijenboek stapt over naar het CDA in de gemeenteraad van Tilburg. Door de tegenvallende verkiezingsuitslag kreeg Joost niet de kans om zijn programmapunten bij Trots Tilburg aan de orde te brengen. Hij hoopt dat het bij het CDA wel gaat lukken. Joost van Puijenbroek is overgestapt naar het CDA. De ene zetel die Trots behaald heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen neemt hij mee. Waar wij heel erg van schrokken is dat er in de media het beeld geschapen werd van dat de meerderheid van de fractie voor zou zijn om over te stappen. De meerderheid van de fractie was tegen. En bij deze wil ik dan ook eigenlijk uitdrukken dat ik me schaam naar de kiezers toe die op ons gestemd hebben. Want het is gewoon puur kiezersbedrog. Je laat een team in de steek wat keihard gewerkt heeft, een homogeen team wat samengewerkt heeft. En het is een minachting naar de raadsleden die de afgelopen 4 jaar voor Trots in de raad hebben gezeten om dit te doen. De leden van Trots die dit niet hadden zien aankomen zijn woedend dat ze door deze zet uit de gemeenteraad zullen verdwijnen. Ik kan maar 1 mogelijkheid bedenken waarom hij dit gedaan heeft. Puur uit eigen belang en om een politieke carrière na te streven. En of dat nu linksom gaat of rechtsom gaat. Hij zei dat hij een betrokken politicus was, een betrokken Tilburger was. Nou, wij hebben het niet gezien. Joost laat weten. Als volksvertegenwoordiger zie ik het als mijn taak het programma zo goed mogelijk uit te voeren in het belang van onze stad. Met de ene zetel die we als Trots met moeite hebben gehaald, zou dit ondoenlijk zijn. Door mijn overstap naar het CDA ontstaat een grotere slagkracht. Doordat de programma's van Trots en het CDA op diverse punten overeenkomen, denk ik met deze overstap de meeste mogelijkheden te hebben om invulling te geven aan een deel van het programma waarvoor ik ben gekozen. Ik kijk er naar uit deel uit te maken van de CDA-fractie en me in te kunnen blijven zetten voor Tilburg, onze stad. Wat voor ons heel zuur is, is dat het politieke lijntje naar het gemeentehuis natuurlijk weg is. Dat wil niet zeggen dat Trots Tilburg niet meer bestaat. De fractie is eensgezinder en hechter dan ooit. Joost van Puijenbroek heeft vorig jaar een bewilligingsverklaring getekend. En dat houdt in dat daarin onder andere ook staat dat hij belooft dat als hij het op een of ander moment niet meer ziet zitten met Trots of met de fractie of zich niet meer prettig voelt of wil stoppen met de politiek, dat die zetel dan teruggegeven wordt aan Trots, zodat Trots Tilburg verder kan. En die afspraken gelden voor iedereen of golden toen ook voor iedereen in de fractie. Behalve voor Joost van Puijenbroek. En dat nemen we hem echt heel erg kwalijk.